Mysteryland. So Mysteryland is a whole weekend. I'm only going on Sunday. Main reason is because I was at New Horizons yesterday. It was really good as well. Check out that vlog if you haven't seen it yet. So Mysteryland is quite a big festival. It got 11 stages and I've actually been there before when I was like 18 or 19. So 6 years ago when I just started going to festivals. And I actually really loved it back then. So I'm very excited to be back and to explore the whole festival. As I said, 11 stages, loads of genres. I'm very excited for that. Let's get into the lineup. So I'm just gonna name a few of the artists because there are a lot. We got Moxie, we got Showtech, we got The Party Squad, we got Headhunters, we got Chami, we got Dylan Francis, we got Ditto, we got Martin Garrix, we got Randy, we got Warface, Diplo, we got Sepha, Mad Dog, The Playa, and many more. So I'm going to show you the whole festival. I'm gonna film all stages for you so you can have a good look. As usual, I'm taking you guys along with me on this adventure. So, if you know Dutch, please turn on your subtitles. And I'll see you guys at Mysteryland. Hey jongens, we zijn binnen. Ik ga even een bakje fruit halen, want daar heb ik heel veel trek in. En daarna gaan we even alle stages bekijken. En dan is het tijd om te dansen. Oké, proost. Stop!
Adventures of Mysteryland. Let's do this one more time. Genoten van vandaag. Mysteryland is wel echt super groot. Dus ik heb echt het idee dat je toch wel de volle 3 dagen nodig hebt om alles echt mee te maken. Waar de 11 stages. Ik ben wel overal mee te kijken. Ik heb heel wat goede sets gezien. Maar wat ik voornamelijk heel tof vond was de aankleding. Dus ook al zijn heel groot terrein. Maar elk hoekje, elk punt is super tof aangekleed. Dus overal te doen. Was super veel eten. Was gratis water. Ook best wel veel tappunten. Ondanks dat het daar wel druk was, hadden ze er wel best wel veel. Dus dat was goed geregeld. Het weggaan ging soort van soepel. Toen we liep het op een gegeven moment vast en ik dacht echt, oh god, het gaat een eeuwigheid duren. Maar uiteindelijk was ik best wel snel weg, viel het allemaal heel erg mee. Dus ik hoor heel graag jullie ervaringen over Mysteryland, zeker als je er een weekend was. Want dat heb ik deze keer niet ervaren, maar het lijkt me best wel tof om een keertje een weekend te gaan. Super genoten ook van de Thunderdome stage. Ik ben dus nog nooit op Thunderdome geweest, dus ik denk dat het dit jaar maar eens tijd wordt om te gaan. Anyway, like en abonneer voor meer festivalvlogs en dingen. En dan zie ik jullie de volgende keer.